Over 1 week gaat de Zwarte Cross van start en dus wordt er druk opgebouwd. Aangezien het festival gehouden wordt in een weekend waarin ook andere grote evenementen plaatsvinden in Nederland, was het een uitdaging voor de organisatie om alle benodigde materialen naar Lichtenvoorde te krijgen. Uiteindelijk hebben we allemaal betrouwbare leveranciers die wel vervangende materialen hebben of in kunnen huren bij weer bij andere leveranciers. Dus is het allemaal wel gelukt? Het is vaak wel een uitdaging, maar het is allemaal wel gelukt. Dus kon de organisatie aan de slag met het festivalterrein, dat voor deze editie weer op enkele punten is aangepast. De megatent die voor de bezoekers een wat andere plek, die zullen ze misschien terug gaan vinden. Het Walhalla en het Blagenparadijs, die hebben een keer van plek gewisseld. We moeten natuurlijk ook daarin wat blijven variëren. En dan zijn we dingen veranderd in die zin dat we hebben geen metal café meer, maar dat is een comedy café geworden. We hebben een Oer-Hollandse buurtkroeg erbij gekregen en zo hebben we eigenlijk wat nieuwe plekken allemaal gevonden. En gaan we dit jaar proberen om samen met onze bezoekers ons afval te gaan scheiden op het terrein. En dat wordt ook nog wel daar zit veel werk aan en daar zit voor de bezoekers ook veel werk aan. Er zullen echt veel meer afvalpunten zijn. En die afvalpunten, daar wordt allemaal gescheiden afval ingezameld. Dus er zijn meerdere bakken voor meerdere afvalstromen. En het doel is dat we alle plastic bekers en plastic flessen weer inzamelen. Zodat we volgend jaar daar weer nieuwe bekers en nieuwe flessen van kunnen maken. Dat is de bedoeling. Een festival organiseren rondom de Eikendijk levert wel gegarandeerd een processierupsenplaag op. Bestrijders zijn al vanaf mei bezig om het terrein zo schoon mogelijk te krijgen. Gisteren tot 3 meter alle nesten weg laten halen die we met het oog hebben kunnen spotten. En de komende dagen komen ze terug met hoogwerken om de hoognesten nog weer weg te halen. Toch biedt dat geen 100% garantie en wordt aan het publiek gevraagd om rekening te houden met de plaag. Ik snap bij 30 graden dat je niet in je lange onderbroek en lange mouwen aankomt. Maar het is vooral zelf, denk ik, opletten. Ga er niet tegenaan zitten, ga niet met nesten aan het trekken. En dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. En mochten mensen wel last van krijgen, dan zijn onze EHBO-posten daar natuurlijk voor. En die zijn ook wel ingericht om mensen eventueel te helpen tegen jeuk en bultjes.